Het is 6 uur. Blankenberge is de doodste stad in heel België. You are today's champion. Een nieuwe vlog. Vandaag is een maandag. Het is de eerste maandag van oktober. Boeit niemand. Maar oké, vandaag is het kut weer. Zo beginnen we aan de winter. Ik zie dat het winter aan het worden is. Ik voel ook dat ik bozer aan het worden ben en shit. Ah, veel te overbelegd. Wat de hel. Het is momenteel 2 uur. Ik ben net klaar met het editen van mijn video. Dat was die FIFA video. What the fuck. Ik mag nooit meer FIFA spelen. Het lukt toch niet. Dan ga ik straks nog de rest van mijn punten opdoen aan FIFA points. Dat ga ik niet filmen, niet in deze vlog zetten. Maar als ik iets leuk pak, dan toon ik het wel aan jullie. Ik heb mijn kamer een beetje opgeruimd. Ik weet niet of jullie het zien. Waarschijnlijk zien jullie geen verschil. Maar het is nog altijd fokt. Maar het is al een beetje minder fokt dan anders. Voor een keer zie ik mijn bed gewoon. Normaal is het altijd helemaal de kloten. Er zijn net mensen aan mijn deur geweest en ze hebben iets leuks aan mij gegeven. Dit is wel grappig, ook al is de pikvis zo dood als iets. Ze hebben deze leuke tekening gegeven. Daar zie je mij met één dikke jonko. Daar zie je Ryan, Ties, Maarten, Gio, Bardo. Ik weet niet precies over wie dat gaat, maar ik denk Banjo Movies. Hanwe, Gio, the fuck. Dit is echt iedereen. Of DutchTuber staat erop. Hij is iets speciaals. Snap je? Hij is een rare slang of zo. Echt raar dat mensen aan mijn deur komen op een maandag. Heeft er niemand school of zo? Is iedereen erin gestopt? Ik snap het ook niet zo goed. Ik ga douchen, want ik voel dat ik vies ben en dat ik nog niks aan het doen ben deze dag, omdat ik mij zo raar voel. Mijn ogen doen ook al heel de dag fucked up. En misschien is het vandaag ook tijd om mijn snor eraf te doen. Nee, ik weet het niet. We gaan het zien. Ik vraag me echt meer en meer af waarom ik eigenlijk film als ik onder de douche sta. Ik bedoel, was mijn snor ook mijn snor shampoo? Ik snap het zelf niet meer zo goed. Hoe wat de douche vlog eigenlijk echt houdt. Snap je? In het begin was het leuk. Ik stond onder de douche. Het is al 10 keer dezelfde douche. Het is niet daar hier ineens een andere douche is of zo. Nee, dat is altijd het fucking zelf. Superleuk. Weten jullie hoe lang ik mijn haar niet kon drogen? Omdat ik zo geen haar had. Maar nu heb ik eigenlijk echt weer al veel haar. Ik moet naar de kapper gaan om die shit zo een beetje bij te knippen of zo. Want het begint zo weer fucked up te zijn. Het begint er zoals vroeger gewoon niks te zijn. Ik heb dit ding echt al lang niet meer gebruikt. Vroeger was dit de enige hoop op normaal haar. Maar nu, wow, dit is lang geleden dat ik dit heb gebruikt. Happy 420, bitch. Ach, fuck, het is 421. Dus ik ben naar een verse beat aan het luisteren. Jullie moeten het liedje even horen. De kinkos krap. Frisse beat. Kut dat mijn oortjes kapot zijn, want aan deze kant ik hoor geen fuck. Dit is fucked. Hopelijk heb ik nog andere oortjes, want ik ga mijn ene oor echt geen uitschrijven. Ik ga nu naar buiten, ik ga hem eten en zo. En dan ga ik weer eten straks. Het is nu 4 uur, maar ik heb honger en ik heb zin in eten. What the fuck, waar word ik de hele tijd overbelegd? Wat is dit? Er ligt een bananenschil op mijn terras. En what the fuck, dat moet echt weg. What the hell? Moeilijk. Ik kan die moeilijk naar beneden gooien nu, maar dat gaan we toch doen. Bitches. Ik ga nog even gewoon de trui aan doen en dan ga je naar buiten. Het is heel lang geleden dat ik nog eens deze outfit heb aangedaan, maar ik heb mijn ultieme zwerver outfit aangedaan. Dit is de outfit waarin mijn mama altijd zegt dat ik op de ergste zwerver van Blankenberge lijk. En dat is grappig, want eigenlijk heb ik niet echt zwerverkleren aan, maar gewoon omdat het allemaal zo fucked is, lijkt het alsof ik zwerver ben. Space Marine, Night Marine, Oswego's van even geleden deze zijn. Snap je? Die zien er gewoon fucked uit. Dan heb ik mijn kaki groene army pants aan, deze combat pants hier ook gewoon fucked uit. Dan on top heb ik een Stone Island pull van mijn papa aan. Deze is fucking oud. Deze ziet er ook super oud uit, maar de patch is een nieuwe patch, omdat ik dat wou. Dan daaronder hebben wij een t-shirt aan van Patagonia, denk ik. Ja, zeker. Mooi. Dan heb ik hier een chain en daar hangt er ook eentje uit mijn broek, omdat dat er ook echt een zwerver uitziet. Ik ga niet liggen. Dan heb ik ook mijn Versace ring aan. Even een full piece van deze outfit. Willen jullie dat zien? Hey, die banaan ligt daar ook nog. Ha, nice. Daar ligt die op de grond. Ha, hallo. Misschien moet ik die even bij de buren leggen. Ja, dat is niet zo nice als dat voor mijn deur ligt, snap je? Oei. Altijd zo fucking raar als er ineens. Iedereen komt altijd tergelijk naar buiten mijn straat. Deze choke. Oké, ik ben nu op de paravang, dat is zo iets in Blankenberge. Super mooi, echt fucking nice. En ik krijg net de telefoon van mijn papa dat ik naar de fucking tandarts moet. Omdat ik blijkbaar mijn tanden moet laten blijken of zo. Ik weet het eigenlijk niet goed, ik heb niet goed gehoord wat hij zei. Ik kom er eigenlijk op neer dat ik gewoon op jaarlijkse controle moest naar de tandarts. En hij is fucked. Yo, dat ik hem niet goed uitsnap je als hij zo al de hele dag. Normaal als je naar de tandarts gaat, moet je tanden zo 10.000 keer of zo. Gebeurt er daar allemaal, what the fuck. Dus ik ga nu naar de tandarts. Ik weet niet waar het gaat gebeuren. Blankenberge is echt fucked up. What the fuck? Wat is dit allemaal? Hoe ziet dit eruit? Stel je voor, ik kom hier op vakantie. What the fuck? Dit is officieel de reden waarom ik nooit televisie zou kijken in heel mijn leven. Dit is het aller slechtste televisieprogramma ooit. Ik weet niet of iemand wil dit kijken. Waarschijnlijk niet, want televisie is zo dood als iets. Maar what the fuck? Deze vrouw lijkt op die oude K3, maar dan veel te mager, zo zonder vet of zo. What the fuck? Ik zit bij de tandarts, zoals altijd. Is die een uur te laat? Of ik zit hier al veel te lang. Ik ben echt zo hoofdpijn te krijgen. Kwartier te laat. Altijd, maar ik meen het, je komt hier zo te vroeg aan. Je moet altijd te vroeg komen, snap je? Ik hoop dat je me niet hoort. Oh shit.
was bijna snapped. What the fuck? Holy shit. What the fuck? Oké, ik ga mijn mond houden, want ik denk dat je hoort wat ik zeg. Ja, voilà, ben aan het cruisen. What the fuck, man. Wat is dit voor vreselijke stad? Het is 6 uur. Blankenberge is de doodste stad in heel België. En what the fuck, echt fucking lelijk als het aan het regen is. Ik ga niet liegen. Het is vreselijk. En het is ook nog eens zo fucking hard aan het regenen. Zo echt vies, nat, mottig weer. What the fuck doe ik buiten? Ik ben aan de tandarts geweest. Het was daar ook weer veel te fucked op. Maar wel chill, heel chill de tandarts. Ik ga niet liegen. Ik ben helemaal nat. Tram, holy shit. Fuck, fuck. Blankenberge, Blankenberge. Wondermooie stad. Het is hier zo fucking fucked up, what the fuck. Anders is ook altijd zoiets fucked. Snap je? Je weet nooit waar de fuck er gaat gebeuren. Eigenlijk zit hij gewoon met twee stokjes een beetje te porren. Je tandvlees, dat is altijd raar om naar te zitten. Ik vind zo een rare sfeer. Snap je? Je ruikt daar ook altijd dat tandarts. Zo'n speciale geur tandarts. Zo metaal, met koude shit en zo. Maar oké, alles was in orde. Het was niks speciaals. Het was gewoon fucked up. En ik zie ook net dat, zoals elke dag, ik weer die leuke melding heb gekregen van YouTube. Dat mijn video gedemonetized is. Voor de verandering. Dan maak ik eens een normale fucking game video. Dan, ja, fucked up. Jullie, al mijn andere video's zijn nu al gemonetized, maar het duurt altijd fucking 2 dagen voordat YouTube reageert op je aanvraag. En dan zien ze wel daar niks mis is met mijn video's, maar in het begin, nee, snap je, mijn video wordt alleen maar bekeken en het begin is fucked. Dus ben ik geript volledig, volledig, heel mijn leven is naar de klote als dit zo blijft doorgaan. Dan kan ik op straat gaan leven nu, dan kan ik nu al gewoon naar daar gaan en, yo. Dat is niet goed, snap je, dat is echt fucked up. Wat kan ik hier aan doen, ik weet het niet, misschien sokken verkopen of zo. Misschien moet ik dat doen. Er is heel veel vraag nou dat mijn sok eruit ziet en ik heb net een tekening gemaakt van een sok om te tonen aan jullie op wat het echt niet gaat lijken. Niet zo gewoon zo'n domme sok, zo gewoon. Maar zo'n hieltje, zo'n topje, zo. Echt niet zoiets. Dus ook niet zo'n lange Nike sok. Die zo dit of zo, zoals sommige mensen denken dat gaat zijn. Misschien zitten jullie in de kleur wel juist, maar het is ook niet zo'n wiethuf sok. Het is echt iets. Pff, het is vet, het is nice. Het komt wel, het is niet zo'n cut merch zoals andere YouTubers. Het komt gewoon. Bij elke bestelling krijgen jullie dan veel stickers en 1 gangster pasfoto. Yeah. Mijn video's worden niet meer bekeken, mijn channel is dood. Wat hebben andere YouTubers gedaan tussen dood? Gingen. Waar is Vakon of waar is Bart? Ik ga mezelf begraven. Dan zei ik weet niet wat ik moet doen. We zijn gefokt, ja. Alles is gefokt. Ik heb een nieuw spel gefixt. En dit spel, echt, ik zweer het. What the fuck? Nee. Het ziet er leuk uit en het is leuk, maar voordat je het weet ben je 4 uur aan het spelen en ze zit je nog altijd in level 1. What the fuck? Wat is de duivelse spel? Wat doet dit met mij? Ik wou jullie eigenlijk nog even updaten over de situatie met mijn buik. Jullie weten daar waarschijnlijk nog niks van, maar ik had dat gezegd in mijn livestream. Ik denk echt dat ik buikgriep heb. Dat ik space aids heb of iets dat in mijn buik zit of zo, een of andere griep. Ik zweer het, mijn buik is echt fucked. Misschien is het gewoon omdat ik niet genoeg eet of zo, of omdat ik leef op deze shit. Is goed, maar fuck met je buik, ik meen het. Voordat ik dan deze vlog ga afsluiten om te slapen, snelle update is ook snel gezegd. Ik denk dat iedereen van de hele wereld op dit moment wel weet dat Enzo en Day uit elkaar zijn. Ik bedoel, what the fuck, dat is duidelijk, iedereen weet dat. Die video heeft bijna 3 miljoen views, denk ik, what the fuck. Maar is het waar, snap je? Ik denk het wel. Heel veel mensen zeggen van niet, maar ik denk het wel. Nou, gek dat je er zoveel views op heeft gepakt. Die video is waarschijnlijk ook niet gedemonetized ofzo. Video's van Enzo worden nooit gedemonetized. Al mijn video's worden gedemonetized. Ik denk dat sommige mensen niet beseffen wat demonetized betekent. Het betekent gewoon dat je geen geld verdient met je video's. Misschien moet ik ook video's maken met een meisje ofzo. Ik ga niet zeggen dat hetzelfde zelfs campagne is, maar dat is gewoon fucked up. Ik doe daar gewoon. Ik doe dat gewoon niet graag, omdat fappen allemaal mensen op je vriendin en zo, snap je, Gio kan daarmee leven, ik niet. Mijn privéleven en mijn YouTube moet uit elkaar blijven, dat ik elke YouTuber mag doen wat hij wil, misschien doe ik het ook ooit als ik echt views nodig heb. Snap je, als ik het doe, dan heb ik views nodig, zo moet je het zien. Dat is wel nodig eigenlijk, want mijn views zijn echt fucked. Mijn channel is dood, het is zo. Ik zeg het met heel veel pijn in mijn hart, maar mijn channel is gewoon dood. Snap je, hier ga ik morgen wel meer over zeggen ofzo. Dan upload ik morgen de tweede video waarin ik dit uitleg. Maar vanaf morgen heb ik officieel... Ja, een maand gisteren is bijgekregen. Geen bullshit. Vanaf morgen gaat deze onder de nul en dat is fucked. Snap je, dit is mijn channel. Dit is fucked. Dit is een dood channel. Dit is officieel dood. Dit is niet dood, maar dit is volledig dood. Ik krijg views, maar YouTube fuck met mijn subs. En dat is niet chill. Dus ja. Wat doe je daaraan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien stoppen met YouTube of zo. Zo werkt het niet, snap je? Ik verdien het niet. Ik doe niks. Ik heb op dit moment niks. Mijn channel is fucked. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Ben je zeker leuk? Wow. Mijn channel is fucked. Ik ben niet aan het liegen. Het is echt fucked. Ja. Mijn channel is fucked. Echt fucked. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here